Hallo Jasper, kun jij mij vertellen waarom jij het tennisspelletje zo geweldig mooi vindt? Je rent veel over de baan en het is echt, je speelt alleen en niet met een hele groep. En het is vooral een tactisch spelletje en dat vind ik er wel heel leuk aan. Leuk. En wat maakt dat jij zo goed bent geworden? Want ik heb gehoord dat jij heel veel gewonnen hebt. Mijn vader tenniste vroeger al wel veel. En daar ben ik een beetje mee opgegroeid. En veel getraind. Je traint heel veel, hè? Waar train jij allemaal? Ik train nu 2 keer in Enschede. 1 keer in Goor en 1 keer in Almelo. Op welke ondergrond tennis jij het liefst? Gravel. En waarom vind jij gravel zo geweldig? Je kan glijden over de baan. En je moet heel goed zijn met je voetenwerk, want de bal kan wegstuiteren. Ja, dat vind ik wel leuk aan. En is het nou sneller dan kunststof of valt dat wel mee? Nee, het is juist langzamer. Speel jij morgen ook? Ja, morgen speel ik ook, ja. En waar speel je dan? In Delden. En tegen welke kinderen moet je daar spelen? Tegen heel veel kinderen van mijn training, want het is een open toernooi en daar doen eigenlijk iedereen van mijn training aan mee. Dus dat is ook wel moeilijk, maar ook wel leuk. De enkel ben ik de pool doorgekomen en de kwartfinale. En de dubbel heb ik de pool waar zaten we met z'n vijven in. En heb ik 4 wedstrijden, 3 gewonnen en 1 verloren. Maar daardoor zijn we 2e in de pool geworden. En dan moeten we morgen de finale spelen. En je kan ook met je vader spelen, geloof ik, hè? Ja. Durft hij nog tegen je te spelen? Of, of ben je bang dat hij het moet afleggen tegen jou? Met lopen wel, maar met de tennis zelf, daar is hij nog wel iets beter. Ik denk dat jij, als jij nog wat groter wordt, dan ga je hem vast een keer verslaan. Denk je ook niet? Ja. Zeg bedankt, hè? Ja.